eerder deze week speelde u tegen Duitsland hetzelfde team. Verloor u 3 sets met 25-27. Wat heeft u op de voorbereiding van deze wedstrijd veranderd in tactiek? We hebben eigenlijk niet zoveel veranderd. We hebben voornamelijk gekeken, eerst de vraag gesteld, 27-25. Moet je dan je hele tactiek veranderen of heb je het goed gedaan? Nou, we hadden wat afspraken gemaakt in het team. En we hebben het nagekeken via de videoanalyses, met de jongens erover gehad. De afspraken waren nagekomen en hadden ook een rendement. We hebben beter gespeeld dan de dag daarvoor. Dus wat we voor vandaag gedaan hebben, we hebben de afspraken laten staan. Want dat beviel klaarblijkelijk. En hebben verklaard van oké, dan moet het dus uit een paar andere dingen komen. Namelijk iets extra vechtlust, extra brutaliteit en extra werken. Nou, met die opdracht zijn we het veld ingegaan. En dat ging 2 sets heel goed. Dat ging 2 sets wat minder. En in de laatste set was dat weer helemaal terug. Maar wat gebeurde er dan in die 3e set? Want toen werd er in één keer 5-6 punten achter elkaar scoren die Duitsers. En dat had Nederland echt niks in te brengen. Nee, wat ze gingen doen is veel risico nemen met de opslag. Ze wisten al, als we dat niet doen, dan gaan we er met 3-0 af. Dat gevoel was er gewoon. Ik denk bij mijn team ook. Als we gewoon zo door kunnen spelen, is klaar. In een uurtje. Zij gingen risico nemen met de serve. En we weten dat, dat kunnen ze. En ook vandaag lukte dat om druk te zetten op onze passers. Ja, daar kwamen we in de problemen. En dan moet je maar zien om het, hoe je het gaat oplossen. En dat duurde 2,5 set voordat we door hadden. Werd het in die laatste halve set, was de steun van het publiek ook nog van belang? Die stadionspeaker die iedereen echt opriep om mee te gaan doen, helpt dat dan? Dat helpt. Wat ook helpt is dat het team laat zien dat ze voor elke bal gaan. En dat is dan een wisselwerking met publiek, team, publiek, team. En dat, dan krijg je een stijgende spiraal en dat levert veel energie op. Zeker, ja. We zitten op dit moment nog met 14 man in de selectie. Ik kan met 12 naar de EK. Dus die beslissing moet binnenkort genomen worden. 2 keer een slecht nieuw gesprek. U weet al met wie? Oh ja, dat hou ik voor mezelf. Dat komt vanzelf goed. En dan is het met name even terugnemen in de training. Want we zijn gewoon door aan het trainen. Zoals een dag als vandaag, dan hebben we vanmorgen gewoon 2,5 uur getraind. Plus krachttraining. Dus, en dan 's avonds een wedstrijd. Dan gaat de vermoeidheid er wat uit en dan staan we fris aan de start in Brno op de EK.